De verbouwing van de Waalkade is in een volgende fase gekomen. Woensdag is namelijk het gras gezaaid, waardoor de Waalkade steeds meer op het ontwerp begint te lijken. Volgens dat ontwerp moet de Waalkade namelijk veranderen in een mooi park aan het water. De vernieuwde kade is nog voor de Vierdaagse klaar en daarna zal er een feestelijke opening plaatsvinden.